René Duifhuizen, een van de, of de initiatiefnemer van Batouwen. Gefeliciteerd. Dankjewel. 40 jaar Batouwen. René, 40 jaar geleden, jij was de initiatiefnemer voor de oprichting van Batouwen. Hoe is dat zo gekomen destijds? Nou, ik basketbalde in Elst bij Gemini. Ik had twee broers die handbalden bij de toenmalige handbalvereniging Batouwen. Handbal was eigenlijk niet iets voor mij, maar basketbal wel. En ik heb op een gegeven moment in 1974 maar de stoute schoenen aangetrokken van kijken of er in Bemmel ook gebasketbald kon worden. En dat lukte. Je was destijds volgens mij 18 jaar. Ja, dat klopt. Als jongen van 18 jaar, hoe richt je dan een basketbalclub op? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar ik had wel het geluk dat er was al een handbalvereniging. En helemaal in het prille begin konden we ook gebruik maken van de handbalvereniging. We waren dus eigenlijk eventjes een afdeling van de handbalclub. Totdat wij zeg maar na drie kwart jaar op eigen benen konden staan. Dus op 9 april 1975 hebben we een vereniging opgericht. En de eerste leden van die vereniging, hoe moet ik dat zien? Waren dat dames, heren, jongeren? Nou, het waren vooral leeftijdsgenoten of ietsje jonger. Ik geloof dat ik wel een tijd lang de oudste of de ene oudste was. Maar zoiets moet je erbij voorstellen. Het waren jongens en meisjes. En dat trainde eigenlijk ook door elkaar. Dat is dus ook heel erg grappig als je die eerste trainingen bekijkt. Dat was helemaal niet zoals eigenlijk een basketbalclub hoort te zijn. Want het is mannen en vrouwen apart. Wij vonden het juist leuk om dingen samen te doen. En er ontstonden allerlei vriendschappen. Eigenlijk mijn echtgenote heb ik er eigenlijk ook aan overgehouden. Want die werd ook lid van die club. En we zijn al die tijd al bij elkaar. Als je nou kijkt naar de afgelopen 40 jaar, is natuurlijk heel veel gebeurd binnen Batouwen. Het is een grote vereniging geworden. Waar ben je nou het meest trots op? Ja, ik ben eigenlijk trots op zeg maar, de kwaliteit en, van de vereniging. Het zijn een aantal hele betrokken mensen die er veel tijd en energie in steken. En dat het ook nog op een hoog niveau nu speelt met de Dames 1 al 5 jaar lang, is natuurlijk een prachtig resultaat wat je hebt bereikt. Maar ook de breedte, er zijn heel veel jeugdleden, het is een goed kader. Ja, het is een prachtige vereniging. Het is heerlijk om daar lid van te mogen zijn. Nou ben jij 40 jaar ook lid van Batouwen. Hoe actief ben je op dit moment nog? Nou, ik zit niet meer in het bestuur. Daar ben ik al jaren geleden mee gestopt. Mijn zoon Jeroen die is toen lid van het bestuur geworden voor de technische commissie. Ik vond een voorzitter en een bestuurslid een zoon. En één zeg maar bestuur, dat vond ik niet zo'n goed idee. Het was een prachtig moment om aan verjonging toe te zijn. Dus dat is helemaal gelukt. Ik doe op de achtergrond allerlei hand- en spandiensten. Ik ben de vertegenwoordiger van de basketbalclub in Lingewaard Sport. Lingewaard Sport is de koepel van alle verenigingen in Lingewaard. En wij proberen ook samen met de gemeente nu tot goede plannen te komen. En daar ben ik eigenlijk ook van, dat is ook algemeen bekend. Het lobbyen om betere zaalsportaccommodatie in Lingewaard. Ja, daar gaat mijn hart nog steeds naar uit en daar probeer ik mijn steentje ook in bij te dragen. Ja, je maakt een mooi bruggetje hè, naar de sportaccommodaties in Lingewaard. Dat is een hele grote wens voor jou om dat nog te realiseren. Hoe staan die kansen, denk je, de komende tijd? Nou, als ik nou wethouder Theo Jansen moet geloven, maakt hij zich daar nu echt sterk voor. Er is nu een kadernota, dus eigenlijk de aankondiging wat er straks op de gemeentebegroting moet komen te staan. Er is sprake van dat er 4 miljoen euro beschikbaar komt. En dat is denk ik ook wel nodig om zowel in Huissen als in Bemmel gewoon tot goede accommodaties te kunnen komen. Dus vernieuwing en ook misschien een stukje nieuwbouw. En een aantal verenigingen zijn er misschien nog wel slechter toe dan wij. Wij zitten echt vooral ook met een tekort en we moeten op allerlei plekken ruimte huren. Dat is niet goed voor een vereniging. Dus dat moet je ook niet te lang zo laten bestaan. Dus ik heb nu echt wel de hoop dat het vanaf volgend jaar niet alleen plannen zijn, maar ook plannen die kunnen worden uitgevoerd. In het begin haalde je al even de Eredivisie dames aan. Hè? Het is natuurlijk een prachtig resultaat als club dat je dat bereikt hebt. Er is een aparte stichting ook voor in het leven geroepen. Nu zitten de dames in de finale hè, van de best of seven, hè, zoals we dat noemen. Vanavond is weer een hele belangrijke wedstrijd. Hoe leef jij nog mee met dat soort wedstrijden? Nou, echt intens kun je wel zeggen. Ik ben ook naar de wedstrijden in Landsmeer geweest. De eerste was heel spannend, 3 punten verschil verloren. De tweede was niet spannend, waar we echt niet goed. En Lions moet gezegd worden, die waren gewoon heel erg goed die avond. Dus een terechte winnaar. Maar ja, het kan vanavond 2-1 worden en woensdag 2-2. En dan ligt het weer open. Je weet het niet, maar het is natuurlijk al prachtig dat we dit resultaat hebben gehaald. Voor de eerste keer om de landstitel strijden. We hebben de Supercup ook gewonnen. Zo begon het seizoen. In 2012 hebben we de Nationale Beker gewonnen. Dus de prijzenkast, die ontbreekt die nationale titel. En ik denk zo, mocht het dit jaar niet lukken, en ik hoop dat het wel lukt natuurlijk, dan maken we volgend jaar ook wel weer een kans. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit interview. Heel veel succes met zowel jouw lobby en werk richting sportaccommodaties, maar ook met Batouwen.
Nog een geweldig feest. En tot de volgende keer. Dankjewel, Wim. Tot de volgende keer. En proost, hè. Proost. Leentje, ja. We staan hier nu vlak voor de wedstrijd van Batouwen in de finale Best of Seven. De eerste drie wedstrijden hebben ze verloren. Ja, jammer. Wat gaat het vanavond worden? Nou, ik hoop voor de overwinning. Maar ik ben zelf bang voor dat het niet gaat lukken. Maar ik hoop het voor wel dat ze het wel kunnen winnen. Dat wij zaterdag met de club naar Lansmeer kunnen voor de tweede poging. Nou ben jij afgelopen zaterdag uitgeroepen tot supporter van het jaar, hè, bij Lek Detek. Wat is er zo bijzonder om hier al die wedstrijden te zijn? Voor mij is het heel belangrijk. Ik heb vroeger gebasketbald, jarenlang. Ik ben een tijdje mee gestopt vanwege mijn gezondheidsklachten. Ja, en ik heb het eigenlijk 2013, 14, 15 heb ik het eigenlijk een beetje opgepakt. En ik heb het voor dames heen vond ik het wel leuk om te zien weer, om het weer op te pakken, zeg maar. Hoe fanatiek ben jij? Heel fanatiek. Dat zegt de meeste denk ik ook wel, met het schreeuwen en het jellen denk ik. En bij mij blijft het touwen de rots, waar ik tot mijn dood zou ik zeggen. Hey, en vanavond een belangrijke wedstrijd. Ik neem aan dat je ook weer vurig gaat supporteren. Dat ga ik zeker doen. En laten we in ieder geval hopen dat het niet de laatste wedstrijd is dit seizoen, hè? Dat hoop ik ook niet. En hopen voor de overwinning voor de dames. Vanavond de vierde wedstrijd om de Best of Seven voor het kampioenschap Dames Basketbal Eredivisie. Lek Detek moet vanavond winnen om in de race te blijven. De wedstrijd van vanavond is enerverend, spannend en beide ploegen spelen echt om de winst. Lek Detek is vastbesloten dat Lions hier niet in Bemmel kampioen gaat worden. Het gaat op en neer het spel met mooi spel, maar ook onnodige fouten. Met 9 driepunters weet Lek Detek uiteindelijk na een bloedstollend einde met 69-68 te winnen en de wedstrijd naar zich toe te trekken. Ze spelen aanstaande zaterdag de vijfde wedstrijd in Lansmeer. De race om het kampioenschap is weer open. De vierde wedstrijd nu, de Best of Seven. 3-1 nu de stand. Als je vanavond last van je hart hebt, dan gaat het niet goed met je, of wel? Nee, zeker niet. Nee, het was super spannend. En ja, ik ben heel trots op hoe wij ons hier uit hebben gehaald. Want je staat 3-0 achter en je weet, verliezen, het is klaar. En we hadden zoiets van, weet je, in de Bongerd gaat het gewoon niet gebeuren, klaar. En zo hebben we echt gespeeld. En helaas maken we het dan nog een beetje spannend op het laatst. Maar goed, wel heel mooi dat we de winst uiteindelijk behalen natuurlijk. Nou, dit was natuurlijk een wedstrijd die had alles in zich, hè? Spanning, sensatie, jullie gingen er ook helemaal voor. Zij mochten echt geen kampioen worden hier, hè? Nee, de Bongerd is van ons en daar wordt niemand kampioen. En ook voor het publiek was het gewoon een hele leuke wedstrijd. En ik denk dat we weer een stukje mooi basketbal hebben neergezet. Van beide kanten overigens. En gewonnen. Dus, Dan speel je voor een volle zaal weer, hè? Dat was de afgelopen zaterdag ook al. Hoe leuk is dat? Ja, super. Ik denk dat ik niks lievers heb dan een volle zaal. Want zoveel publiek geeft je gewoon heel veel energie. En als zij een beetje mee gaan roepen, dan krijg je toch het kippenvel. En daardoor geeft het misschien sommige speelsters net dat stukje dat ze extra hard willen gaan werken. En dat betaalt zich uit. Dus mooi om te zien. Zaterdag naar Lansmeer. Het is 3-1. Zijn jullie terug in de race? Ja, we hebben nu tegen elkaar gezegd. Het is nu weer wedstrijd voor wedstrijd, beetje bij beetje. En we hebben laten zien dat we gewoon van ze kunnen winnen. En het is daar natuurlijk een stukje moeilijker. Maar het basketbal blijft hetzelfde. Dus ik hoop dat we nu daar kunnen winnen en dan spelen we weer thuis. Dus het zou natuurlijk mooi zijn als we nu dit door kunnen zetten, ja. Ja, dus over een week weer volle bak hier? Ik hoop het wel, ja. Gefeliciteerd, dankjewel. Dankjewel.